Een hele goede middag en welkom bij NH Events. We zijn vandaag bij de Drakenbootrace hier in Medemblik. Het is de afsluiting van de West-Friese Waterweek, een groot spektakel in de zomer. En vandaag gaan er dus drakenbootracers, teams in een drakenbootrace, in een drakenboot gaan dus racen tegen elkaar. En die gaan de snelste tijd neerzetten. En er is ook een prijs voor degene die het mooist gekleed is. Nou, naast mij zit Bert de Jong, jij bent een van de organisatoren. Ja, klopt. Ik ben voorzitter van deze groep. We doen met acht vrijwilligers nu al voor het 11e jaar drie dagen feest met de West-Friese Waterweek in Medemblik. Ja. Nou, we hebben net al even een wedstrijd gezien, want we begonnen om. Welke tijd begonnen we? We begonnen om 17:30 en we gaan door tot 17:30. Ja, want hoeveel teams doen er totaal mee deze editie? Er doen dit jaar 20 teams mee, allemaal kleine boten. Want wij kregen niet de grote boten niet meer vol. Dus vandaar dat we hebben gezegd, we gaan nu voor kleine boten. En we hebben helaas toch een aantal teams moeten teleurstellen, want vol is vol. Ja, nou dan omschrijft het maar weer hoe populair het is, hè, het zo'n drakenbootrace. Maar goed, dit jaar dus nieuw dat het dus kleine boten zijn in plaats van grote. En is het nou echt iets typisch hier, iets West-Fries of iets uit Medemblik? Nee, het is een jaar of acht geleden ontstaan binnen alle West-Friese waterweken die er zijn om die drakenbootrace te kunnen krijgen. Dat er iets is wat je in elke plaats kunt tegenkomen. Is niet overal gelukt. Dat heeft natuurlijk te maken met deelname. Ja. Bij ons is het tot nu toe ieder jaar nog gelukt. Dus we zijn er trots op dat Medemblik nog steeds die drakenbootraces heeft. Ja, tuurlijk. Ja. En zoals je ziet zijn er al heel wat mensen aan de kant die staan aan het kijken. En die zullen hier ook wel de hele middag de mensen staan aan te moedigen, hè, die zo meteen gaan varen. Ja, maar het loopt, zo langzamerhand loopt die haven vol. Teams nemen natuurlijk hun supporters mee. En meestal vanaf een uur of twee is het drie, vier rijen dik aan de kant van de haven. Ja. En ik hoor dat ze begonnen zijn. Ja. Want we gaan een wedstrijd volgen. Twee teams zijn tegen elkaar aan het strijden. Welke teams zien we nu, Bert? Ik heb begrepen dat aan deze kant de jongeren zo is 72. Dat zijn dus jongeren op leeftijd. En ik weet zo niet wie de tweede team is. Wat, kan je even omschrijven wat er gebeurt? Want er is één trommelaar, wat zien we? Ja, trommelaar moet eigenlijk het tempo aangeven waarop er geroeid moet worden. Want dat is natuurlijk de kracht van zo'n wedstrijd. Als je ongelijk aan het roeien bent, ja, dan krijg je dus geen snelheid in die boot. Ja. En die trommelaar moet eigenlijk het tempo gaan bepalen. En dan is het kwestie, ja, luister, doe je het wel? Ja, ik ga eens even staan, want dan kan ik het beter zien. Nou, volgens mij is het wel eens een nek aan nek race, hè? Ja, ik hou je vast, want je weet het maar nooit met deze groep. Nee. Nou, het gaat dus op honderdste van seconden. Dit is de officiële tijdwaarneming, die zul je zo meteen zien. Ja. Want het is een aantal jaren geleden gebeurd dat op 100ste van de seconde de wedstrijd werd beslist. Ja. Oh, ze zijn nu al bijna bij de finish, want het gele doek, daar is de finish. Ja, daar is de officiële tijdmelding en het wordt met officiële apparatuur gedaan. Met de lichtpistool wordt afgeschoten en hier is het op een gegeven moment op honderdste van seconden op het bord zometeen bekend wie deze race gewonnen heeft. Ja, dus wij kunnen even hier rechts op het bord kijken wie de winnaar was van deze race. We gaan kijken. Het is gewonnen door de jongeren zo, zie ik. En die voeren tegen BAM. BAM Internationaal. In de tijd van ruim 1 minuut en 2 seconden. Ja, dan zie je maar wat voor klein verschil het kan zijn. We zien het goed dat er zo'n officiële apparatuur is, hè? Dat moet wel. Ja, dat moet wel, want het gaat wel ergens om. Ja. Er wordt al maanden van tevoren wat met elkaar gespeeld van ja, we hebben het sterkste team, we gaan het winnen. Dan worden wel eens wetjes gedaan. Ja. En daarna na afloop is het een kwestie van we drinken er een op, gezellig. Het gaat om gezelligheid, dat is het belangrijkste. Maar goed, deze twee teams die hier gaan ze weer terugvaren natuurlijk richting de kant. Die hebben dus net gevaren, die hebben net de race tegen elkaar afgelegd. Maar vanmiddag hebben ze nog een soort herkansing, hè? Ja, zij varen vanmiddag in ieder geval nog één keer tegen een ander team. En uiteindelijk is de tijd die je vaart is bepalend of je doorgaat naar de volgende ronde. Ja, oké. Dus je hebt als teams dus meerdere kansen. Dus het maakt niet zoveel uit naast wie je aan het racen bent als je maar gewoon een goede tijd neerzet. En dan heb je dus verschillende rondes. Ja, het maakt inderdaad niet uit. Je moet je eigen tijd varen en ja, je wilt graag winnen. Dus je probeert er alles aan te doen. En straks gaat iedereen weer naar het bord om te kijken hoe de tijden zijn. Om te bepalen, ga ik door naar de volgende ronde. Ja. Het is ontzettend spannend, want het gaat door de hele middag door natuurlijk. Ja. Hey, hoeveel mensen komen hier nou op af? Want je zijn dus 20 teams, maar hoeveel toeschouwers had je ongeveer die in de haven staan van Medemblik en aan het supporten zijn? Nou, ik denk dat in de loop van de middag, want je zag net, het begint nu echt vol te lopen, dat we toch al een paar duizend mensen hebben die staan te kijken aan de kant van deze wedstrijd. En over het hele weekend hebben we hier tussen de 10.000 en 15.000 bezoekers. Ja, want we varen nu ook even langs wat andere schepen die niet meedoen aan de drakenbootrace. Maar die zijn ook allemaal hier in teken van de West-Friese Waterweek, hè?
Ja, je ziet nog achter ons een aantal schepen. Je ziet ook het schip van de marine, het lichtschip Texel zie je. Je ziet hier de Stichting Vaarwens. Dus er zijn allemaal schepen die hier het hele weekend liggen en eigenlijk op dit moment uit de wedstrijd moeten en dus naar de voorhaven gaan. Ja, ja, precies. Kijk, hier zien we het volgende. Ja, de teams die net hebben gevaren, die zijn weer aan land en die worden weer afgewisseld door het volgende team, hè? Ja, je ziet inmiddels dat de volgende teams al klaar liggen. Oh, die liggen alweer klaar, ja. Want we starten op 2 punten om de snelheid in die wedstrijden te houden, omdat je ook de brug iedere keer moet blokkeren. En je ziet achter ons dat er vanaf het IJsselmeer toch alweer heel veel schepen liggen. En elk vol uur gaat alles open, stoppen de wedstrijd en dan kunnen de schepen in en uit de haven. Ja, nou, wat een mooi systeem. En zo kunnen elke 10 minuten kan er weer een wedstrijd verder gaan. Ja, en wat, goed, je merkt het, veiligheid gaat boven alles. Zowel voor degene die meedoen deze wedstrijden als de gewone pleziervaart. Ja, ja. De reddingsbrigade is aanwezig, dat zien we. En er zit ook iemand in het water die met een wetsuit. Wat is zijn functie? Nou, die ligt op een soort surfplank. Ja, om zo snel mogelijk erbij te zijn. Kijk, want er kan natuurlijk hier bij de boten wat gebeuren, maar er kan op de kant van de kade ook wat gebeuren, iemand te water gaat. Ja. Dus zij moeten overal op dit moment op letten. Het zijn ook allemaal vrijwilligers van de reddingsbrigade. Want de KNRM zelf is voor een groot deel voor het buitenwater. Ja. Hier in de haven hebben we deze vrijwilligers. In dit geval zie je de boot van Stedenbroek. Ja. Kunnen wij een stukje aan land komen, Willem? Ja hoor, kan makkelijk, kan makkelijk. Gaan we eens even kijken, want ik zie daar al een team staan die hebben net al een race gehad. Met die, soort van, wat zijn het voor jutte zakken hebben ze aan of nee? Het zijn meer vuilniszakken. Ja, zie je, er zijn eer met paardenkoppen. Dat is een lokaal team hier van de haven. Oh ja, de paardenkoppen, ja. Want het gaat dus niet alleen, een prijs dus voor de allersnelste boot of die de snelste tijd neerzet. Maar natuurlijk ook wie het mooiste eruit ziet, hè? Ja, dat is ook een spelletje, omdat er toch een paar teams zijn die echt bovenuit steken qua snelheid en kracht. Ja. Hebben wij een aantal jaren geleden ook een soort schoonheidsprijs, het leukste geheel. Wie ziet er leuk uit, gekleed uit. Nou, volgens mij die paardenkoppen die maken gelijk wel een goede kans, hè? Ik zeg niks. Ik weet ook niet wie de jury is, laat ik zo maar zeggen. En we bemoeien ons er niet mee, dat is een spelletje op zich. Ja. Het is natuurlijk een dorp waar iedereen elkaar kent, dus als je natuurlijk weet wie de jury is, dan kan het nog wel eens een beetje bevooroordeeld zijn. Ja, dat is het grote geheim van Metamblik. Wij maken niet bekend wie in de jury zit. Nee, heel slim. Nou, we kunnen even aan land, zo begrijp ik. Misschien Willem op de zijkant, misschien beter. Een klein stukje door. Je ziet, er zijn nu twee kroegenteams van dezelfde kroeg. Dus de wedstrijd heeft natuurlijk al vorige week of gisteravond in de kroeg al gespeeld. En die wordt hier uitgevochten op het water. Ja. En er wordt over nagepraat. Wat fanatiek, hè? Ja, echt fanatiek. Wat voor mensen doen die nou aan mee? Ja, iedereen. Sportteams, kroegenteams. Je zag net de koor, de bakkerij. Ja. Iedereen die een team van 9 man weet te vinden, die gaat het doen. Ja, top. Nou, we gaan even aan land. Eens even kijken of wat teams zich aan het klaarmaken zijn. Zal ik even voorop gaan? Ja, ga maar voorop. Oké. Okay. Hups, oké. Okay. Cameraman, kom mee. Dag dames, wat is uw functie vandaag? Marcel, we zorgen dat iedereen goed in de bootjes komt en de zwemvest aan hebben. Ja, dus jullie zijn de teams klaar aan het maken die hier gaan komen. Waar zijn die paardenkoppen? Is dat het volgende team? Dat is het volgende team, maar de kraaienest is nu aan het varen. Dus die moeten nu eerst even van het ponton af, dan mogen hun er weer op. Anders wordt het hier een beetje vol. Ja, begrijp ik. Nou, ik ga wel eens eventjes die paardenkoppen opzoeken, want die vond ik er heel leuk uitzien. Ja, okay. Veel plezier vandaag. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Nou Bert, ik ga eventjes naar die paardenkoppen, want die vond ik er wel heel leuk uitzien. Het is wel lekker druk aan de kade, zoals je ziet. Zo, dag meneer. Dag mevrouw. Wat ziet u er mooi uit? Dankjewel. Mooie paardenkop. Vlak jezelf niet uit. Wat heeft u, hoe heet u? Hoe heet u die team? De Knollentuin? Nou, dat weet ik echt. Jasper, aanvoerder. De aanvoerder, die moeten we even hebben. Wie is Jasper? Jasper. Deze man weet alles. Deze man weet alles. Jij bent Jasper. Ja. Hoi Jasper, jij bent de teamcaptain van... van de Knollentuin. Knollentuin. Ik dacht even dat jullie de paardenkoppen waren, maar... Nou, dat hebben we op, ja. Ja. Maar kijk, Knollentuin. Voor welke prijs gaan jullie? Voor de snelste tijd of voor de mooiste? Voor de snelste tijd. Ja. Twee of 3 jaar terug deden we mee als ponytuin. En toen waren we eerste.
En wat hadden jullie toen voor de kostuumen? Hetzelfde. Oké, okay, hetzelfde. Ja. Maar toen had je dezelfde tijd, zei je? Of dan, Snelste, dat waren we eerste. Zo, wat goed. Maar ja. Toen deden we ook met een grote boot mee. Ja, want dit jaar is het natuurlijk nieuw dat er alleen maar kleine boten zijn. Hè? Dus jullie hebben wat mensen af moeten zeggen. Hebben jullie een soort van selectie gemaakt van nou de sterkste gaan nu mee? Ja, boven de 100 kilo mag je niet op de boot. Oké, okay, er zijn er een paar afgevallen. Er zijn er een paar afgevallen, nou. Ja. Hey, jullie zijn het volgende team, hè? Die zo van start mogen. Nou ja, tegen de onderzeeërs. De onderzeeërs, nou, daar gaan we. Wat is jullie tactiek? Heel hard peddelen. Heel hard peddelen, nou. Heel veel succes. Dankjewel. Ik ga eens even naar de onderzeeërs, kijken wat hun tactiek is. Dat is de teamcaptain. Nou, in de prachtige badjas, zo te zien. Mag ik er even langs, mevrouw? Jawel. Dag, mannen. Hallo. Hallo. Mag ik even hier zitten? Jij bent de teamcaptain? Ja, wij, met z'n drieën. Met z'n drieën? Ja, wie zijn jullie? De onderzeeërs. De onderzeeërs. En wat hebben jullie een prachtig kostuum aan? Ja, zo lelijk mogelijk eigenlijk. Heb ik gespaard. Van waar deze mooie creatie? Ja, we hadden het vorig jaar ook. En het is eigenlijk gewoon niet veranderd, want we hadden eigenlijk geen pakje gekocht. Dus ja, dan maar gewoon weer hetzelfde. Ja. We zijn helemaal benieuwd, niet. Ja. Hey, jullie tegenstanders van zometeen de race, dat zijn wel te sterken. Want ze werden vorig jaar. Zeer ervaren zijn dat. Gaan jullie dan maar voor de prijs met het mooiste kostuum? Ja, ook beide. Ook voor de hoofdprijs, maar het wordt lastig dit jaar. Ja. Hey, en hebben jullie ook een bepaalde techniek? Nee. Hard peddelen. Heel hard peddelen. Heel hard schreeuwen en roeien vooral. Schreeuwen, heel hard schreeuwen. Nou, ik wens jullie heel veel succes, mannen. Dankjewel. Geniet ervan. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk. Ja, goed zo. Heel mooi. Zo, dag meneer. Dag. U bent lekker aan de kant. Gaat u zo de teams aanmoedigen of nou, heeft u een favoriet? Dat is wel de bedoeling. Maar ik vind het gewoon al een fantastisch zoals ze het nou doen. En voor de mensen en voor de volk. Want ik kom zelf 20 kilometer verder vandaan. Oh, dus u bent speciaal hierheen gekomen voor de drakenbootrace. Ook, hoor. Ja. We komen gewoon voor die bootrace te kijken hoe ze dat georganiseerden. En het is hartstikke leuk. Het is trouwens wel leuk dat jullie er ook zijn. Ja. Maar hebben jullie ook, heeft u één team waar u echt fan van bent? Of gaat u gewoon iedereen aanmoedigen? Voor de zwemmers. Ik kom niet voor de... Voor de zwemmers? Die hier aankomen, van stavoren die natuurlijk zwemmen naar medeblik. Oké, okay. Ja, daar kom ik voor. Ja. Ik heb zelf ook altijd een wedstrijd zwemmen gedaan en ook lange baanafstanden. Dus dat vind ik wel erg leuk om te zien. Ja, ja. Leuk zijn. Dus ik kom niet zozeer voor de boten. Nee. Ja, dus ik hoop dat ze bijna komen. Ja. Ik geloof rond 1:15 komen ze. Oh, ja. Dus we gaan het zien. Ja. En hoe is dat? Voor u bent u voor één bepaald team? Of, Ja, ik ben, het kraaiennest. Kraaiennest. Dat is een kroeg, weer graag een biertje drukken. Oh ja, er zijn kroegen dat ook die... Ik zelf ook wel eens. Dus zo er zijn kroegen die ook tegen elkaar gaan strijden natuurlijk. Ja, ik kom voor het kraaiennest. Kijk, dan gaan de paardenkoppen die gaan alvast zich klaarmaken voor de volgende race. We gaan er eens even bij staan. Bent u gekomen voor iemand speciaals, mevrouw? Ja, kijk, mijn kleinzoon daar. Die daar zit, die gaat trommelen. Ja? Die mannen van de knollentrui. Die kent u ook? Dat is mijn zoon die je net interviewde. Oh, wat leuk. En mijn kleindochter is de trommelaar. Nou, de hele familie doet mee. Ja, de hele familie doet maar mee. Maar in verschillende boten? Ja, Sylvie zit bij de zeepaardjes, bij de jonge gasten. Ja? En Vee zit bij haar eigen vader als trommelaar. Wat leuk. Ja, leuk hè. Maar ja, dan moet je wel kiezen voor wie bent u nou eigenlijk, hè? Ja, allebei. Ja. Ja, de winnaar gewoon. Ja, ja. De winnaar. Ja. Heeft u zelf wel eens meegedaan? Ja, in Enkhuizen een keer. Als trommelaar. Als trommelaar? Vreselijk. Echt vreselijk. Ja, want het zijn dus... Je schommelt zo, je vallen bijna af. Het is echt... Ja. Ik doe het nooit meer. Oh, nee, nooit meer. Het zijn dus natuurlijk de West-Friese waterweken. Dus het is niet alleen hier het evenement, maar ook in de rest van de West-Friesland zijn dus drakenbootraces te zien. Hè? In welke plaatsen zijn er nog meer drakenbootraces? Ik dacht, Enkhuizen weet ik zeker. Ik weet niet of in Horen ook is. Hoor. Ja, volgens mij heb ik wel gehoord dat het zo is. Maar of dit jaar is de grootste hier. Dit is de grootste? Ja, tenminste, hier is het altijd heel veel inschrijvingen. En mensen. Ja. Ja. Medeblik op z'n kop. Ja, medeblik op z'n kop. Ja. Iedereen doet mee, hè? Ja. Nou, laten we nog eventjes gaan kijken bij de... Veel plezier, mevrouw. Dankjewel, hè. Laten we nog heel even gaan kijken, even weer het platform op. Want daar staan die mannen zich toch wel aan het klaarmaken. Ze moeten nog even omkleden, terwijl ik ze er zo mooi uit vond zien. Dus ik ben heel benieuwd. Ze moeten natuurlijk even een zwemvest aan.
mannen, wat is het nou? Moeten jullie hier mooie badjas uit doen? Ziet er goed uit zo. Ik stel te veel gewicht. Oh, het is tactiek. Geen minder gewichten, hoe beter. Toch? Nou ja, net wat je zegt. Ja. Minder gewicht, hoe beter. Ligt er ook net aan hoe de riemen vastzitten natuurlijk. Ja. Nou, ik wens jullie heel veel succes, mannen. Geniet ervan. Ja, dank u wel. Nou, terwijl deze mannen zich gaan klaarmaken om de race te gaan beginnen, wil ik je bedanken voor het kijken. Dit was NH Events vanaf de Drakenbootrace hier in Medemblik. Thank you.